Goed, Klas. Vertel, hebben wij het huiswerk geleerd? Waarom werd Schiedam een jeneverstad? Hier misschien? Huiswerk geleerd? Niemand. Potverdrie dubbeltjes. Oké, Thomas, doe die pet eens even af. Vertel. Omdat in Schiedam heel veel jenever werd gemaakt. Heel gelukkig. Iemand. Iemand die het antwoord weet. Wij gaan even verder kijken. Wil jij even oplezen wat er staat op het bord? 1864 branderijen. Dankjewel. Wat is het verschil? Vertel. Het antwoord graag. Doe die pet eens even af. Het antwoord graag. Niemand. Opletten graag. Juist. Omgeving van Rotterdam, Schiedam. Stadsbeeld veranderd. Schiedam, korenmolens en toen. Vertel. Wat staat er? Korenmolens. Dankjewel. Wat is een korenmolen? Stelletje boeven, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten eerst alles opruimen tot de laatste druppel. En voor jullie alle vier een werkstuk over een bekende Schiedammer. We hebben het nu toch over Schiedam. 10 kantjes volgende week inleveren. Ja hoor, lekker dit. En alleen maar voor die cola-explosie in de klas. Ja, ik zei toch dat je niet moest doen. We hebben allemaal straf door jullie stomme idee. Nou ja, technisch gezien was het een geniaal idee. De uitvoering was perfect. Nou, ik schrik bijna in mijn broek. Maar goed jongens, wat wordt het plan? Lijkt mij best een kennis te vergaren in de bieb. Prima plan, Nicky. Actie jongens. We kunnen kiezen uit Ledina, Rien Portvliet of John de Wolf. John de wie? Sorry hoor, Nicky, maar dat klinkt echt reet saai. Is er niemand anders waar we ons werkstuk over kunnen houden? Hoi, ik ben Jana. Sorry dat ik jullie onderbreek. Wacht, ik kom even naar jullie toe. Hoorden jullie net praten over een werkstuk over een bekende Schiedammer? Ja, dat klopt. Nou, mijn opa werkte minstens 100 jaar, denk ik. Nou. 28 jaar, bijna 29. Nou ja, hoe dan ook, hij vertelde me laatst dat Annie M. G. Smit hier vroeger gewoond en gewerkt heeft. Echt, supercool. Ik heb toevallig net Minuus uitgelezen. Ja joh, mijn moeder las me altijd voor in Jip en Janneke. En wat dachten jullie van Abeltje en Pluk van de Pet, Flat en al die gedichtjes en liedjes die ze ook schreef? Oh, trouwens over Abeltje gesproken, kom eens. Zie je, dat is hetzelfde knopje als in het boek Abeltje. Oh, cool. Zou je nu ook de bieb uit kunnen vliegen? Wie weet. Nee, doe maar niet, Joe. Ik heb het niet zo opliften. Nou, bedankt, Jana, voor alle info. Graag gedaan, Jasmina. Nou, volgens mij hebben we nu wel een onderwerp, toch, jongens? Ja, lachen, joh. Ja, en genoeg info hier. Trouwens, mijn opa heeft een keertje in het echt ontmoet, hè? Oh, vet! Annie M. G. Smit heeft een speciaal voor hem een handtekening in zijn boekje gezet. Kijk, daar staat... Huh? Daar had hij dus moeten staan. Opa? Ja? Waar is het boekje met de handtekening van Annie? Nou, gewoon in de vitrine daar. Oh, jongens, wat een ramp. Ik ga meteen de politie bellen. Kijk, hier lag het. En nu is het weg.
Ik weet me geen raad. Rustig maar meneer, we gaan meteen op onderzoek. Wanneer heeft u het boekje laatst gezien? Net nog, ik stond daar en nu is het weg. Vet balen dat het boekje weg is. Ja, en helemaal dat we er niks aan kunnen doen. Technisch gezien hadden we natuurlijk ook zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Dus ik heb redelijk wat expertise. Psst, jongens, niet zo opvallend. Oh, sorry. Jongens. Gaan jullie maar, joh. Ik blijf hier wel wachten of zoiets. Hier, geheim agent 1.0. Jullie zijn op zoek naar de dief die het boekje heeft gestolen met de handtekening van Annie M. Gesmito. Boekje met de code naar een zeer geheim iets. Een zeer geheim iets? Psst. Ik heb hier een video van de beveiligingscamera van de vitrine. Ik kan er zelf weinig van maken. Jullie? Wat staat er op dat briefje? De oude Biep, ik weet waar dat is. Dat is op de lange haven 131, waar het Annie vroeger gewerkt. Nou, laten we dan maar gauw gaan. Dag naar Johan. Hoi. Kom, we gaan. Sam. Hoe zou het hier vroeger hebben uitgezien toen Annie hier nog werkte? Nou, ik denk heel anders. Zien jullie iets van die dief? Nee, niks snoppers na. Daar. Thomas! Hey, Buf. Ah, zo, staan jullie lekker naar binnen te turen. Wisten jullie trouwens dat dit de oude Biep was? Ja. En dat Annie M. G. Smit hier gewerkt heeft? Nou ja, wat goed. Ja, en een stukje verderop op nummer 111, daar heeft ze dus... gewoond. Ja, bij een gezin in Schiedam. Maar toen was ze nog jong en onbekend hoor. Ja, en wisten jullie dat ze ook heeft voorgelezen in een voorleeszaal in de Gorze? Ja, en ze was dol op katten, hè? Ja, die liepen ook gewoon rond in de Biep. Toen kon dat gewoon nog, joh. Trouwens, even over dat huis op nummer 111. Het schiet me opeens te binnen. Ik zag net nog een vreemd figuur voorbij lopen. En hij liep met een boekje van jouw opa, Jana. Je weet wel, die ene die altijd in de vitrine ligt van de Biep. Oh, waar ging hij heen? Nou, dat weet ik niet. Maar hij liet wel dit briefje vallen. De grote markt, jongens. Sorry, Buf, moet gaan. Oké, okay, doei. Laat de boom staan. Hij gaat er niet aan. Laat de boom staan. Hij gaat er niet aan. Laat de boom staan. Jemig, wat is hier aan de hand? We voeren actie. Ja, dat zien we. Maar waar volgen we tegen? Ze willen de boom van de Filminozum hakken, want hij zorgt voor te veel schaduw op de grote markt. Ja, nou, bovendien heeft deze boom een virus en willen we een andere boom voor in de plaats. Ja, ja. Praatjes, praatjes. Het is de boom van de Filminozum. Ja, maar... Weet je, Annie MG is voor ons allemaal hartstikke belangrijk. En ze heeft met veel plezier in Schiedam gewoond. Ze gebruikte de stad en misschien ook wel deze boom, de grote markt en die wandelende struik als inspiratie voor haar boeken. Die boom kan je toch niet zomaar neerhalen? Die boom is ziek! Even tussen twee haakjes. Zijn ze nou wandelende struik? Psst, hier gaan we naar 2.0. En geheim agent 3.0. We hebben zojuist de verdachte gespot op de grote markt. Ik zag hem bellen met een H. Antlanger. Juist, hij zei niet te wisten waar de bril lag. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat betekent. Maar we weten in ieder geval dat hij een handlanger heeft waarmee hij samen... Daar gaan ze! Hallo! We gaan naar het Wennekepand! Waarom? Dat is de vraag. Hallo, we zijn niet bezig met de repetitie. Jouw tekst is... Maar waarom? Linda. Linda, ik was even bezig met deze blije 5 die zojuist binnen zijn komen stormen. Oh, ja. Nee, ik snap hem. We zijn op zoek naar de dief van het boekje van Jana haar opa. Nou, die hebben we in ieder geval niet gezien. Wij zijn namelijk
razend druk bezig met de musical over Annie M.G. Smit. Nou ja zeg, hoe toevallig wil je het hebben? Want wisten jullie dat Annie niet alleen boeken, maar ook liefdesgedichten en dus ook musicals schreef? En wisten jullie dat toen Annie in Schiedam woonde, ze ook al oefende met gedichten schrijven? Annie had talent joh, en dat bleek op Sinterklaasavond. Ze schreef de prachtigste Sinterklaas. Jongens... Ja, en leg nou maar eens uit waarom jullie dat boekje hebben gejat. Nou, ik geloof dat ik eruit ben. Hier, kijk. Mocht je ooit een praatje willen maken met een kater of een poes, leen de bril van Annie, zodat je kunt mouwen als Minoes. Loop door Schiedam heen op zoek naar haar werk en huis, dan vind je de bril die ligt in een kluis. En dat gedicht gaat dan nog zo'n heel stuk verder. Aha! Dus jullie waren op zoek naar die bril. Maar waarom? Nou... We hebben thuis, zitten allemaal katten in onze tuin, die poepen de hele boel onder, joh. Niet te zuinig. En had Jan mij nou net het boekje laten zien en daarin heb ik dat gedicht zien staan. Dus ik dacht, we lenen dat boekje even, zodat we die bril kunnen vinden en die kat een hartig woordje kunnen toespreken. Maar toen bleek dus dat Jana, de opa, er een hele speurtocht in dichtvorm van had gemaakt, langs allemaal Annie M.G. Smit plekjes. Voordat we uiteindelijk bij de kluis zouden moeten komen, waar de bril zou moeten liggen. En die kluis, die hebben we dus nooit gevonden. Bedoel je deze kluis toevallig? Ja. Nou, daar zit dus mooi niks in. Ja, en die bril bestaat helemaal niet. En dat gedicht, dat is gewoon een fantasiegedicht van mijn opa. Nou, stelletje figuren, jullie mogen meekomen naar het bureau. Jongens, brengen jullie het boekje van Jan en de opa even terug? Opa, opa, we hebben hem. Jongens, wat fijn. Een pak van mijn hart. Ik ga het gauw terugleggen in de vitrine. Ik ben blij dat hij terug ligt op zijn plek. Kan ik jullie nog helpen met je werkstuk? Nou, ik denk dat het wel moet lukken. We hebben nu zoveel info. En mag ik het dan ook lezen als het af is? Tuurlijk! Dan moet ik wel even mijn andere bril opzetten. Die bril doet het niet hoor. Je moet deze opdoen, Karin. Maar...